Jeugd-Olympische Spelen vinden dit jaar plaats hier in Nederland. Vandaag start hier in Nieuwegein de derde dag van de fakkeloptocht. Helemaal naar Amersfoort gaan ze, 50 kilometer lang. En ik ga hier eens even kijken op het plein. Er staan allemaal mensen. Wat zij ervan vinden en of de sfeer er al een beetje in zit. Spannend, hè? Ja. Wat vind je ervan? Ja, ik vind het goed. Ja, dansen ze goed? Ja. Oh, jij kan ook dansen? Ja, ik moet zo meteen. Oh, jij gaat zo meteen. En wat heb je ingestudeerd? Twee dansen hebben we geoefend de hele tijd. Show hebben we gedaan. Oh, ontzettend leuk. Wij gaan kijken naar je. Meneer, wat vindt u nou van al dit gedans hier op het plein? Gezellig, leuk. Maar niet spannend hoor. Nee, het inspireert u niet om zelf ook iets aan dans te gaan doen? Jawel, het inspireert altijd, maar dat doet sport in ieder geval. Ik kan me voorstellen dat voor een wethouder sport en evenementen zo'n evenement ontzettend belangrijk is. Ja, ik vind het echt giga, want we hebben hier in Nieuwegein het programma Nieuwegein Beweegt. Nou, daar investeren we heel veel in. En zo'n EOF, dat is natuurlijk de jeugd en sporten. Nou ja, dat is waar we in Nieuwegein al door mee bezig zijn. Dus helemaal top dat we dat hier mogen doen, de start van de derde dag. Ja. En die motivatie bij alle sporters moet enorm zijn om nu verder te gaan met sporten. En dat is denk ik uw doel. Ja, klopt. Sport is gezond en is goed voor de hersenen. En het is vooral ook heel erg leuk. Dus... iedereen aan het sporten. Ik zag jou net springen. Wat doe je dat goed? Dank u wel. Kan je er wat over vertellen? Wat doe je hier vandaag? Nou, ik ben eigenlijk niet bij... Ik hoor niet bij deze groep, want ik turn gewoon. Maar ik ben meegevraagd om gewoon even te springen en een beetje een demo te geven. En wat vind je ervan? Heb je... Leuk om te doen, maar wel een beetje spannend. Maar wel leuk. En ben je zelf van plan om op Olympisch niveau te gaan sporten later? Ja, eigenlijk wil ik het wel. Maar ik moet nog wel even hard doortrainen. Heel veel succes. Vandaag start de fakkeltocht hier in Nieuwegein. Wat is uw rol precies? Ik ben de manager van dit geheel, van wat we hier aan het organiseren zijn. Dus, ja. Dan de festiviteit in Nieuwegein bedoelt u of gewoon de hele fakkel? Wat we eigenlijk in aanloop naar het EOF gedaan hebben, dat noemen we de Achmea High Five Challenge. Waar eigenlijk zoveel mogelijk kinderen en jongeren enthousiast hebben willen maken voor sport. Maar ook voor het EOF wat over twee dagen begint. En dat heb ik allemaal geprobeerd zo goed mogelijk te organiseren met een heel team. Kunt u wat vertellen over de High Five Challenge? Wat houdt het in? Ja, dat kan ik zeker. De High Five Challenge is eigenlijk een serie van activiteiten die we georganiseerd hebben. Startende in oktober 2012 al. Waarin we een urban tour hadden. Dat was een reizend sportevenement met allerlei street, urban en street sporten. Hebben we 13 keer georganiseerd op verschillende plekken in de regio. We hebben sportdagen georganiseerd. 12.000 kinderen uit heel Nederland zijn in Utrecht geweest voor een Olympische sportdag. En de fakkelestafette is eigenlijk het laatste wat wij doen. Morgen finisht die bij Stadion Galgenwaard. En dan is de Achmea High Five Challenge klaar. En dan gaat het EOF beginnen.